En het leek me, vandaar dat ik haar heb uitgenodigd en gevraagd. En ze heeft, was zo vriendelijk om toe te zeggen om de opening te willen verrichten. Dus daarna gaat mijn zoon wat op de piano spelen. Daar gaan we zeker voor zorgen. Ik stap hier net binnen en ik krijg het gevoel alsof het één hele grote reunie is. Ik hoor mensen vertellen van ik heb daar gewoond, oh daar woon je naast mijn zuster. En ik heb daar wel eens gegeten. Meer nog dan een tentoonstelling is het een klein feestje. En die heeft mij gevraagd om hier de boel te openen. Mijn naam is Wendy Hendriksen en ik woon sinds 1,5 jaar in Den Haag. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Ik heb 20 jaar in de Betuwe gewoond en ik voel me enorm omarmd door deze stad. En toen Annie dat ook vroeg om hier aanwezig te zijn, voelde ik me verplicht om me ook eventjes te verdiepen. Ik schrijf iedere week in Den Haag Centraal en ik schrijf over parken en over vogels en over bloemen en over standbeelden en ook over bomen. Het is niet zo dat ik elke boom die ik zie omarm. Er was hier een weiland en dat landgoed wat erbij hoorde was van meneer Van Bieland. Die wilde dat stukje best wel verkopen, mits er een prachtige straat voor in de plaats zou komen met huizen van stand. En die straat die moest eruit zien als een allee, als een avenue, als een boulevard. In die tijd een beetje Frans aandoend en dat was ook de periode waarin dit plan is ontstaan. Er zijn twee mensen geweest die dit hebben opgepakt en bij de gemeente in die tijd, ik praat over 1892, 1893, hebben geprobeerd dit plan er doorheen te krijgen. Dat is gelukt en de restrictie was dat de straat 22 meter breed moest zijn. Nou, dit is magnifiek. De reden was dat er in het midden van de straat twee koetsjes elkaar moeiteloos moesten kunnen passeren. In de stoep moest 3,5 meter worden. 15 meter middenbestrating met hele dure stenen. En wat dan om die scheiding tussen straat en stoep te bewerkstelligen? Nou, er werd een minderlijke schikking getroffen en bomen werden er geplant. En dat zijn deze bomen die je nu nog ziet staan en die Annie heeft vereeuwigd op het doek. En deze bomen die hebben ook een hele geschiedenis. En waarschijnlijk heeft Annie dat u allemaal al verteld of zal het straks dan in de naborrel gaan doen. Deze bomen, waardevol dus, allemaal vereeuwigd. U heeft ieder een beetje een eigen boom. Ik hoop ook dat u er heel goed voor zorgt. Mm. Ik wil u eerst nog eventjes bedanken voor de aandacht en een hele fijne middag zo dadelijk. Ja. Thank you.